Hoi allemaal, is iedereen aanwezig vandaag? Die nog wat vragen hebben voor week 5. Maar eens even afwachten of er nog wat mensen online komen. Enfin, we gaan beginnen. Ik ga zo direct het werk draaien, de camera draaien en dan ga ik jullie laten zien waarop te letten. Het is niet heel erg moeilijk. Het is gewoon even een opsomming van week 3 en week 2. Is er iemand? Ja, kijk, daar hebben we de eerste kijken. Hallo! We gaan beginnen met week 5. We gaan even uitleg geven over hoe week 5 ze noemen. Het is eigenlijk puur en alleen herhaling van week 2 en week 3 rugband. Dat gaan we met onderband doen. Als het goed is, heb je einde week 4 heb je het aantal stekenmarks geplaatst per 10 en dan per 20, 20, 20. En de laatste hou je 10 over. Die stekenmarkers zegt eigenlijk hoeveel grannies je nodig hebt. Nou, als je het allemaal hebt, leg je die op een rij. Dan ga ik de camera draaien, want dan beginnen we eigenlijk met de eerste toer onder de grannies. Dus of het nou boven of onderkant voor jou is, maakt niet uit als je de goede zijde maar voor je houdt. Dan gaan we de ripples opvullen, ga ik uitleggen. En daarna gaan we de hoekjes opvullen, uitleggen en daarna wat te doen. Dus dit stuk haak je los. En aan het einde, als je alles klaar hebt, ga je het vastmaken aan het werk. Als je nou niet zeker bent van hoe lang jij de ripple door wilt laten gaan, dus het zigzagpatroon onder de granny, dus de onderkant van het vest, doe gewoon een paar toeren. Haak dan eerst even tussen opvulling tussen de granny's op en de andere kant en ga dan vastmaken en dan verder haken met het ripplepatroon onderaan. Goed, dat gezegd, ik ga even het werk draaien en dan gaan wij starten met uitleggen. Goed, hier is het werk. Ik heb gewoon simpel even mijn werk omgedraaid van de bestaande vest wat ik heb. Dit is het rugband wat ik heb. Dit zijn de grannies die in de middels zijn. Die grannies heb je als het goed is al gemaakt het aantal wat je nodig hebt. Wat je nu gaat doen is die toeren die je hier hebt gemaakt in week 2. Dus die vaste toer. Die ga je maken. Helemaal tot de laatste granny, tot die hoek. En dan ga je de eerste andere toer maken met stokjes zoals in week 2. En de volgende toer als in week 2. Nou, die toeren ga je dus herhalen. Hè? Dus eentje overslaan, twee samenhaken, je 10 omhoog, hier je veetje maken en weer omlaag enzovoort enzovoort. Zoals jullie al met rugband gedaan hebben. Doe dit een paar toeren. Stop dan even als je nog niet zeker weet hoe lang je die ripple wilt laten doorlopen. Stop dan gewoon even. Dan zijn dus eigenlijk alle grannies die je voor je vest nodig hebt aan elkaar gemaakt. Dat lijkt me duidelijk, hè? Dat hebben jullie in week 2 allemaal al gedaan. Dit gedeelte was van week 3, de opvulling. Dus je gaat nou niet aan deze kant werken, maar je gaat de andere kant werken. Dan ga je die hoeken weer opvullen. Alle hoeken die je tegenkomt, plus het kleine kwarthoekje wat je in de andere kant had van je voorpanden, die doe je er ook bij. Dus die vul je op. En dan komen we in de patroon in toer 16. Ik heb daar een foutje gemaakt, dat is toer 22. Dus toer 16 moet 22 worden. Dat is het enige, want in toer 16 geef ik aan van zet halve stokjes. He, die moet je wel doen, maar toer 22 wordt gezegd van zet halve stokjes als in toer 15 week 3. Die moet je dus niet doen, daar moet je toer 16 plaatsen. Dus toer 22 laat je vervallen en daar maak je toer 16. Dan zet je dus hier het aantal halve stokjes. Wat je hebt uitgeteld op de body van je vest als laatste toer van week 4, toer 31. Dus stel je hebt 120 stokjes gemaakt. Dan maak je hier ook 120 halve stokjes. Pak even de calculator erbij als je niet goed bent in hoofdrekenen. Deel het aantal grannies door 120. Dan weet je precies van hoek tot hoek hoeveel halve stokjes je moet maken om het gelijkmatig te kunnen verdelen. Vergeet daarin niet de ruimte die je hier hebt. Die moet je meepakken. Anders dan ga je hier een gat krijgen wat je niet wil hebben. Dus die ruimte in de punt van de granny meepakken. Heb je hier als het goed is ook gedaan met je rugpand. Dus dat moet je met onderpand ook doen. Dus gewoon 120 stokjes. Als je 120 stokjes op de basis hebt. Dus hier ook 120 halve stokjes, sorry. Rondmaken. En dan
Heb je halve stokjes? Dan maak je nog eventueel, als je het zelf wil om een netheid te creëren, nog een rijtje extra stokjes eraan vast. En dan maak je hem vast aan de body. Dus dat kan je zeggen van ik maak hem vast met halve stokjes, halve vaste. Ik zal dan wel van binnenuit het werk werken. Dat maakt het een stuk netter. Indien je wat ervaren bent en al wat verder bent dan basishaken en je weet hoe jij al hakend een stokje maakt en jouw body vastmaakt, kan je dat ook doen. Als je dan weet hoe dat moet. Zo niet, ik ga daar nog een apart filmpje van maken hoe je mooi het deel aan een ander deel kan vasthaken zonder dat je een randje of een bobbeltje krijgt. Als je dat nou niet wil en je wil nu doorgaan, je wilt fast body klaar hebben. Als je die rij met halve stokjes hebt gemaakt, je hebt eventueel nog een extra rij met stokjes eraan gemaakt. En je neemt het tweede deel erbij. Stel, hier is het tweede deel en hier is je werk. Wat je dan doet, is met naald en draad ga je eerst van boven door de body heen en dan van onderuit hier doorheen. Dus de werk van onder naar voren. Dan trek je hem aan. Dan ga je weer van boven naar achter toe, achter je werk langs. En dan ga je van onder hier weer in. En dan trek je hem weer aan. Zorg ervoor dat je hem niet te strak trekt. En dan krijg je een hele mooie lijn. Dan krijg je zo'n lijntje als dat ik, even kijken, hier heb. Zeg ik dat goed? Ja, want ik heb hem al hakend. Nee, heb ik hier niet. Zou ik even mijn andere projectje moeten pakken? Waar heb ik die? Dat zie ik zo even niet. Nee. Dat zie ik hier even niet liggen. Enfin, ik zou er dan straks nog even een apart filmpje van maken. Hoe je op verschillende manieren je werk kan vastmaken aan de body. Zijn hier nog vragen over, dames? Volgens mij niet. Volgens mij heb ik alle vragen in de vragentopic nu beantwoord. Dus je maakt eerst de granny's, dan de ripple patroon maken zoals je al voorheen hebt gemaakt, dan de hoeken opvullen en dan randje langs haken met halve stokjes. Eventueel nog een extra toer mocht je dat willen, dan kan je vaak nog even wat strakker krijgen en dan je body eraan vastmaken. Goed, zo gezegd, ik denk dat dit wel duidelijk is. Dit is gewoon pure herhalingsstof. Vergeet niet week 2, de toer 22 van week 5 te laten vervallen voor toer 16. Ik ga daar niet een nieuwe upload van maken, dat is niet nodig. En ja, dan rest mij niets anders dan zeggen dan heel veel succes ermee. Ik ga verder voorbereiden voor de volgende week. Week 6, dan gaan we met de mouwen beginnen. Mochten jullie al klaar zijn, ga alvast minimaal 4 granny's haken voor de mouwen. Pas die even om de arm heen. Ik zal even de camera draaien. Hallo, ben ik weer. Als je de granny's alvast wil haken voor week 6, omdat je al klaar bent met de body. Net boven de elleboog moeten er 2 omheen passen. Past dat niet? Dan zul je een granny bij moeten maken. Maar dat wordt vaak erg ruim. Tenzij je echt grote bovenarmen hebt. Vaak red je het met 2 grannies met gemak. Dus maak er 2 grannies voor. Pas even om je arm heen van punt naar punt vastmaken. Even met een stekenmark of een stukje touw wat voor jou beter uitkomt. Wat je bij de hand hebt. En dan kunnen we daar alvast de volgende week mee gaan starten. Ik wens jullie heel veel succes. Ik zal het filmpje ook op YouTube plaatsen. Kunnen jullie daar rustig nakijken. En de rest mij niets anders zeggen van doei doei.